Ik ben Friso Lammertse, ik ben conservator oude schilderkunst. Een van de allermooiste dingen die we hebben is een serie Schetsen van Rubens. Die heeft hij gemaakt voor een tapijtserie over het leven van Achilles. Nou, heb ik een aantal jaar geleden daar een tentoonstelling over gemaakt. En toen vond ik zo jammer dat we geen eigen tapijten van hebben. Die schilderijen die maar 40 bij 40 centimeter zijn gemaakt voor tapijten van 4 bij 4 meter. Dus kolossale dingen. En daar hadden we geen voorbeeld van. Dus toen ik met die tentoonstelling bezig was, ben ik gaan zoeken, zijn er nog tapijten voorhanden? Nou wil je natuurlijk het allerliefste een van de eerste editie hebben. Dat zijn de allermooiste, dus de echte eerste voorbeelden van die tapijten. En daar waren er 8 van. Die waren in de loop der tijd verdwenen. We wisten dat er 4 in Villa Viçosa in Portugal waren. En die wilden we graag voor de tentoonstelling hebben. Daar ben ik heen gegaan en zei, je kunt ze vergeten, die lenen we nooit uit. Ga maar weer terug. Dus ik terug. En nu werkte ik samen met Guy Del Marcel, dat is echt de grote kenner op tapijt. Die zei, ja, ik heb ooit een stagiaire gehad. En die wist nog een ander tapijt van die eerste editie. Maar ik ben haar naam vergeten, sorry. Alsjeblieft, wil je nou nog niet eens denken of je hem kan vinden? Nou, gelukkig een paar weken later. Ik weet de naam en via Google heb ik haar teruggevonden. En ja, die had nog een neef van een buurvrouw. En daar iemand kennis van, die was wijnboer in Bourgondië en die had nog zo'n tapijt. Dus toen ben ik met Guy Del Marcel naar Bourgondië afgegaan in de trein. En jawel, daarin, het was een mooi huis. Geen groot paleis of een kasteel, maar toch een mooi huis. Daar in zijn grote kamer hing dat tapijt. Het plafond was te laag, dus de helft was opgerold op de vloer. Maar het was echt een tapijt. Er staan een paar scheurtjes in en zei, nou, in eerste instantie, bent u bereid dat voor de tentoonstelling uit te lenen? Ja, zei hij, dat is prima. Nou, toen is het gerestaureerd. En na afloop van de tentoonstelling ben ik toch eens met hem gaan praten. Wilt u het niet kopen? En zei hij, ach, ik wil het best verkopen. En sindsdien hangt het dus hier.